De Rosebel Gold Mines werknemersorganisatie, RGWO, heeft vanmorgen de kranslegging bij het standbeeld van Fred Derby georganiseerd. In tegenstelling tot de voorgaande jaren hebben de vakbondsleiders en sympathisanten vanuit het RGWO bondsgebouw in de Burenstraat gelopen naar het standbeeld. Voorheen vertrok de processie vanuit het SPA-gebouw. De kranslegging is van het jaar dus door de vakbeweging georganiseerd in plaats van de politiek. Volgens Roy Riet, voorzitter van de RGWO, moeten werkgroepen worden ingesteld die per branche cao's ontwikkelen. Riet zegt verder dat de vakbeweging een wettelijke grondslag moet creëren waar dat ontbreekt. We laten beperken door de grenzen van een vakcentrale. Maar laten we ook ons bezighouden met het ontwerpen echt van een nieuwe samenleving. Hoe moet Suriname over 15 of 20 jaar eruit zien? En wat gaan we als vakbeweging doen om dat te realiseren? Vernieuwing zal niet zonder strijd gaan, heer Valies en anderen. Deze strijd laten we het vandaag beginnen, op 1 mei 2017. Vandaag beginnen we met de bundeling voor deze strijd. Ik zeg u toe dat de bonden waaraan ik verbonden ben, zich zullen inzetten voor deze strijd. Het zijn niet mijn bonden. Ze zijn niet mijn bezit. Het zijn slechts instrumenten voor verandering van vernieuwing, die samen met alle andere bonden werken aan een vernieuwd Suriname. Zoals elk jaar was de familie van de overleden vakbondsvoorzitter Fred Derby ook aanwezig bij de kranslegging. Een van zijn dochters, Maritza Derby, bracht dank uit aan de vakbeweging voor dit jaarlijks initiatief. De kransen zijn gelegd bij de standbeelden van Fred Derby en Pater Weidman en ook bij het kopstuk van Hendrik Sylvester. Derby bracht namens de familie ook dank uit aan de initiatiefnemers. Op een dag als vandaag sta ik hier met gemengde gevoelens als een van de wakker oma's voor Suriname. Maar daarnaast ben ik ook dankbaar en trots om namens de familie een dankwoord op u te richten. Ik ga daarom gemeente van de gelegenheid gebruik maken om mede namens mijn moeder, broers en zussen van harte te bedanken voor het feit dat u elk jaar weer bereid bent en klaar staat om markante leiders, waaronder Willem, mijn vader, te memoreren voor alle politiek en vakbondswerk dat hij te kort voor zijn heen gaan nog gedaan heeft. Hij heeft kort voor zijn dood nog gestreden in de vorm van het finaliseren van een intensieve cao-onderhandeling van een van zijn lidbonden waar hij voorzitter van was. Maritza Derby, dochter van de overleden vakbondsvoorzitter Fred Derby. Zij sprak vanmorgen tijdens de jaarlijkse kranslegging bij de standbeelden van de verschillende vakbondsleiders. Van het jaar is de kranslegging georganiseerd door de Rosebel Gold Mines werknemersorganisatie.